Of je voor of na het huwelijk seks hebt, dat moet iedereen voor zichzelf weten. Dus het gaat niet om de vrije seks. Het gaat over MacPorn versus jihad. Dat is het. Wat is het verschil tussen toen en nu, naar jouw idee? Ja, dus dan heb je het over de jaren 50, zeg maar. Dus eind jaren 50. In de eerste plaats woonden er veel meer mensen in als een gezin. Mm-hmm. En dus het was veel vanzelfsprekender om levenslang getrouwd te zijn. Veel minder vanzelfsprekend als nu. Dat je op een gegeven moment scheidt en andere partners hebt. Ook veel minder vanzelfsprekend dat je wanneer je als meisje je ouders verlaat. Dat je dan eerst een tijdje alleen woont. Meisjes gingen in principe het huis uit en trouwden dan meteen. En zaten dan ook levenslang aan die man vast. Nou, dat is heel anders. Vrouwen hebben, denk ik ook, een enorm... En die man aan het meisje. En die man ook aan het meisje, ja, daar heb je helemaal gelijk aan. Ja, okay. Ik heb van huis uit nooit seksuele voorlichting gekregen. En nou, op school wel, maar ik snapte dat. Ik begreep dus mijn ouders daar niet op. Ik snapte al heel jong dat gewoon niet kon. Dat zij ook een soort schaamte kenden. Maar het gekke was dat ik ook weer zag dat mijn moeder dan met tantes, met andere vrouwen heel makkelijk over seksualiteit begon. Ook met ons er gewoon bij. Maar met ons rechtstreeks kon ze dat niet. Dan deed ze dat niet. Dus ik heb het gewoon vooral van buiten geleerd. Wat de bedoeling is. Wat de bedoeling is. Nou ja, inderdaad, als het dicht is, dan voel je het natuurlijk wel. Als er zo'n springeltje in zit, zou je het ook kunnen voelen. Maar zo'n vagina, is het wat om te weten? Of je voor of na het huwelijk seks hebt, dat moet iedereen voor zichzelf weten. Dus het gaat niet om de vrije seks. Waar het om gaat is dat er vrouwen onterecht in de problemen komen als ze niet bloeden tijdens de huwelijksnacht. Dat al die ideeën over vermaagdelijkheid en dat maagdenvlies sommige vrouwen beperkt in hun bewegingsruimte. Dat er vrouwen zijn die echt ernstig in de problemen kunnen komen. Denk aan verstoting, aan eerwraak. Dat er vrouwen zijn die grijpen naar hersteloperaties of bloedpillen. Terwijl dat eigenlijk niet nodig is, want meer dan de helft van de vrouwen bloedt niet als ze voor het eerst seks heeft. Ook laten zien dat het in de Nederlandse samenleving ook heel erg gespeeld heeft. Als je naar mijn moeder kijkt, die was maagd toen ze trouwde. Voor mijn oma was dat ook heel erg belangrijk. Mijn partner is in een klooster geboren omdat zijn vrouw ongetrouwd zwanger was. Dus het is iets wat helemaal niet zo ver van de Nederlandse samenleving vandaan staat. En daarnaast denk ik dat al die beelden over dat Nederland zo ontzettend vrij is, ook weer overtrokken zijn. Dat er heel veel Nederlandse jongeren zijn die ook heel secuur met hun eigen lichaam omgaan. Ook in de laatste jaren wel op een goede pijl zullen zijn. Dat komt omdat ik er natuurlijk zo bewust mee bezig ben geweest. Dat je ook wel heel goed, daarin leer je natuurlijk ook dingen over jezelf. Dus ik heb het idee dat het bij mij inmiddels wel snor is. Maar ik schrijf in mijn boek ook over mijn studententijd waarin ik... Je kunt niet zeggen dat je daarin onvrij was, maar dat je wel vanuit de behoefte om modieus en hip te zijn dingen doet op het gebied van seks die je achteraf, waar je achteraf van denkt, waarom heb ik dat in godsnaam gedaan? Dus ik denk wel dat niet iedereen even vrij is op het terrein van seks als wij met z'n allen wel willen geloven. Maar het is ook niet voor niks dat ik in mijn boek begin met het verhaal van mijn eigen grootmoeder. Daar heb ik echt met mijn moeder over moeten praten, van mag ik dat erin zetten? Maar ze is dood, dus we zagen eigenlijk het probleem niet. Bovendien voelt het misschien wel zelfs als een soort zuivering voor haar. Maar mijn grootmoeder is psychotisch geworden na een mislukte illegale abortus begin jaren 60. En dat was natuurlijk, dus zij groeide op een katholieke Limburg. Dat was een schande wat daar aan de hand was. En toen ik het opschreef, realiseerde ik me pas wat de ergste gevolgen van die vormen van repressie en bang maken blijven kunnen zijn. Dus ik zou nooit willen pleiten om daar naar terug te keren. Maar ik bepleit vooral verschilligheid, zoals de VARA dat tegenwoordig noemt. Ja. Ik zeg eigenlijk, babyboomers, dat jullie dat bevochten hebben.
betekent niet dat we het er nooit meer over hoeven te hebben. Betekent niet dat er niet voor nieuwe generaties nieuwe problemen om de hoek komen kijken. Betekent niet dat je seksisme niet moet blijven bevechten. In de jaren 50, 1950 had je in Nederland natuurlijk dat de kerk heel erg op de seksuele moraal ging. En die kerk en God die brachten seks eigenlijk alleen maar in verband met angst en zonde en mocht niet, kon niet, zou niet. En die generatie jongeren van toen is de barricade opgeklommen om af te rekenen met het keurslijf van die tijd. En wat ik eigenlijk zeg is, heeft onze tijd niet een nieuw keurslijf gecreëerd voor jongeren van nu? En moeten we niet zorgen dat er op dit terrein liefst zo min mogelijk keurslijven zijn? Maar er is een soort voorschrift van hoe je je seksueel bevrijd toont. En ik vind dat een heel rigide voorschrift, dat laat aan andere groepen, vind ik, weinig ruimte. Het is nu heel erg of-of. Dus niet praten en seks na je huwelijk. Of wel erover praten en dan doe je het ook gelijk. Kijk, er is geen middenweg. Dus er zijn bijvoorbeeld ook meiden die bijvoorbeeld, om wat voor omstandigheid dan ook, toch wel een seksuele ervaring hebben gehad. En die zich er vervolgens heel erg schuldig over voelen. Die gaan vervolgens de gekste dingen doen om dat te herstellen. Bijvoorbeeld maagdverliesoperaties. Maar er komt ook in aanraking met eerwraak. De gevolgen kunnen gewoon echt heel ernstig zijn. En daarom vinden wij dat er gewoon, het begint bij informatie en dan kun je ook een beetje, nou, niet zozeer de middenweg, maar is er meer ruimte überhaupt. Sowieso vind ik operaties, herstellende operaties, pillen, wat er ook allemaal net werd genoemd, ik vind dat gewoon zelfbedrog. Hè? Het is mijn keus of ik maagd wil zijn of niet, en that's it. En als ik ervoor kies om dat niet te zijn voor het huwelijk, dan is dat ook mijn keus en moet ik de gevolgen ook overzien. Maar begrijp je het wel? Dat als, ja, ik begrijp het. Ik begrijp dus dat die dames blijkbaar bang zijn. Ze zijn er gewoon te bang voor om het naar buiten te brengen. Ze zijn bang voor de gevolgen. Maar dat begrijp ik wel. Maar ik wil er ook niet over oordelen of het goed of fout is. Dat doe ik ook niet. Maar toch zou ik het voor mezelf nooit kunnen doen. Het grappige is dat vrouwen heel makkelijk over dit soort zaken praten. En als ik het over Marokkaanse Turkse vrouwen heb, onderling praat ze juist heel gemakkelijk over dit soort zaken. Maar naar buiten toe, hè, naar de samenleving, naar de mannen toe, nu is dat dan weer veel minder gemakkelijk. En ik denk dat is iets geleidelijks. De oude vrouwen zullen denk ik niet genoeg. Maar voor onze jongere generatie is het wel een uitdaging. Dat we ook naar buiten toe hier gewoon open en bloot over moeten kunnen spreken. Het valt mij op dat moslimvrouwen hier in het Westen vaak op een jaloersmakende manier heel openhartig praten over seksualiteit en de prestaties van hun echtgenoten. Ja. En hoe ziet u dat bij niet-moslims, zeg maar? Ik merk dat bijvoorbeeld hier in Nederland, dat we toch op de een of andere manier uit een soort taboe- of schaamtecultuur komen. In de jaren, eigenlijk van voor de jaren 50. En dat het nog steeds zo is dat er tot op de dag van vandaag mensen daarmee behept zijn. En dan vind ik de bespreking en de openhartigheid over seksualiteit in de Arabische islamitische wereld vaak iets om jaloers op te zijn. De beeldvorming is verkeerd. Volgens mij, islam en seks gaat tamelijk goed samen. Zeker als het gaat om de wat losse interpretatie van islam. Maar islam en partnerkeuze, de partnerkeuze van de vrouwen met name, dat is een heel ander verhaal. En daar zitten allemaal regels die nog tamelijk streng worden toegepast. En ik denk dat in de beeldvorming, de westerlingen denken islam en seks, dat gaat niet samen. Maar ze bedoelen islam en partnerkeuze, dat is een moeilijk verhaal. Niet het keurslijf van de Koran en niet het keurslijf van de commercie. Gewoon je eigen keurslijf, want dat hoort volgens mij namelijk bij seks.